De Bond van Penitentiaire Ambtenaren Suriname roert zich omtrent de vermeende uitgifte van een terrein te Santa Bomma. Volgens voorzitter Gustaaf Galant is het terrein op Santa Bomma deel van het gevangeniswezen. Het kan dus niet zo zijn dat er gedreigd wordt dat dit terrein zal worden weggegeven. De Bond heeft namelijk eerder meegemaakt dat een perceel dat in eerste instantie aan hun was toegewezen, daarna is verkaveld. Dit is de reden waarom de Bond nu vroegtijdig actie onderneemt om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt met het terrein van de penitentiaire inrichting Santo Bomma. Het is de bedoeling nogmaals dat wij dus in ieder geval die zekerheid krijgen via de structuren die wij onderhouden. Behalve de minister, ook de korpsleiding en zo, dat dit van de baan is. Namelijk van indien er een werkelijke toezegging zou zijn, dat het voor een andere bestemming. Ja, liefst maar niet hier. Want dit is dus echt broodnodig voor de verdere verzelfstandiging en het behoud van werkplaats voor ons. De Bond wil hebben dat dus in ieder geval dit blijft in de boezem van het gevangeniswezen. Gustaaf Galant, voorzitter van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren Suriname. De Bond heeft vanmorgen de pers geïnformeerd over de vermeende uitgifte van een terrein dat volgens haar toebehoort aan de penitentiaire inrichting Santo Bomma.